In de tuin van Peter Hof kun je zelfs op een druilerige dag als vandaag in een heet zwembad stappen. Door een houtgestookte zwembadverwarming. Nou zit een klein badje, maar ook grotere zwembaden kun je met het systeem opwarmen. Ja, we hebben hier een zwembad wat veel verkocht wordt in de speelgoedwinkel. 2400 liter zit hierin. En dan hebben we dus deze kachel hebben we daar dus opgezet. Je ziet hier het standaard pompje die het water uit het zwembad pompt. En die gaat aan de achterkant gaat die in de kachel. Vanuit de kachel zit een hittebestendige slang en die gaat weer terug in het zwembad. En je kunt dus zien aan de damp van het zwembad hoe heet die op dit moment is. De truc is een grote spiraal van speciale verwarmingsbuis die in het vuur ligt. Door het water daar doorheen te pompen wordt het heel heet. Ontdekken de mannen na een paar experimenten. Wij knutselen veel samen, wij bouwen samen wel eens een tuinkacheltje en we lassen wel eens wat in elkaar. En we zeiden, kunnen we nou niet een zwembadverwarming maken? En zo is het eigenlijk begonnen dat wij van een buis die wij ronddraaiden, dat in een vat water gedaan hebben of een vat water daarmee verwarmd. En het viel dus op hoe snel het zwembad eigenlijk warm werd. Het systeem is simpel. Een houtkachel in een oude oliedrum. De duurdere kachels zien er wat mooier uit, maar het principe is hetzelfde. En het werkt. We hebben er een thermometer in. De temperatuur die is op dit moment bijna 45 graden. Dus die loopt gewoon 10 graden per uur op. Eigenlijk is hij dus nu te warm en zou de kachel ook uit moeten, want het is nu niet lekker meer. Maar het geeft wel aan hoe snel je dus een zwembad op een heerlijke temperatuur kan krijgen. Het systeem is volgens de makers een stuk goedkoper en sneller dan je zwembad verwarmen op gas of elektriciteit. Aan de andere kant, bij die methodes hebben de buren in ieder geval geen last van houtrook. Elk voordeel heeft zijn nadeel.